Liederen voor de les. En kerstbrood en snackfestijn. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Zes kinderen uit het binnenland hebben in een studio in Paramaribo bestaande Surinaamse liederen opgenomen die in een nieuw jasje zijn gestoken. Deze opnames worden als lesmateriaal gebruikt op zowel Nederlandse als Surinaamse scholen. We komen liedjes in de studio zingen. We komen hier om te zingen. We zijn van het project De Zingende Postduif. En De Zingende Postduif is een samenwerking tussen Nederland en Suriname. In Nederland heb je de stichting Music Matters. En Music Matters die zorgt ervoor in Nederland dat kinderen van klein tot heel groot muziek kunnen maken en muziekles kunnen krijgen bijvoorbeeld. Daar maken ze, dat vinden ze heel belangrijk. En hier in Suriname heb je de stichting Deschamps Park en die vindt dat ook belangrijk. En eigenlijk hebben ze een beetje de handen ineengeslagen. En ik ben van Music Matters, maar ik ben ook van de uitvoerders. Want ja, je moet natuurlijk wel iemand hebben die dat komt doen, die muziek maken. En ik ben van Zangexpress. En Zangexpress is in Nederland een manier, een methode op school om in de klas muziek te maken. Dus de juffen die maken muziek met jullie, de kinderen. Ik vind het leuk omdat ik hier met mijn vriendjes ben, met mijn juf en we zingen leuk. Ik ben betrokken bij dit project als muzikus en ook als leerkracht om juffrouw Vashti en juffrouw Shirley te assisteren bij het geven van die lessen en vooral in het Saramakaans. Hoor je het verschil? Hoor je het verschil? Ja. Als ze blij kijkt, klinkt het anders. Dus het is heel erg belangrijk dat jullie lachen als je aan het zingen bent, want het wordt de toon. Wordt wat brighter, wat helderder. Ja, wat lichter. Ik wil een zangeres worden omdat ik zingen zo leuk vind. Ik hou van zingen omdat dat goed is. Het was een leuke ervaring met de zangmethode van muziek van Zangexpress. Ik heb begrepen dat de kinderen daar alleen zangles krijgen, maar we hebben ze veel meer kunnen meegeven. We hebben ze met verschillende muziekinstrumenten laten meedoen, andere liedjes laten meezingen, ook in een andere taal, in het Nederlands, in het Engels, een Saramakaans liedje aangeleerd. De zes kinderen van Semoisi zijn gekozen. Ik kom zelfs uit Futunakaba en Semoisi is ver in het binnenland, dichtbij Gramankondre. En die kinderen komen dan ook nooit aan bod als het komt op zulke projecten. Omdat ze verder zijn, dus men kiest eerder voor de kinderen van Jou of Pekin Slee, omdat die dichterbij zijn. Dus zo heeft Zangexpress in samenwerking met RKBO gekozen voor Semoisi, dat die kinderen de stad kunnen komen en mee kunnen doen aan dit project. En die zes kinderen zijn speciaal uitgekozen geworden door de juffrouw, omdat die talent hebben en ze kunnen het gewoon. We hebben gehoord van RKBO, de scholenstichting RKBO, dat de scholen in het binnenland heel vaak weinig muziekles krijgen. En dat is zo jammer, want voor elk kind is het natuurlijk heel leuk om muziekles te krijgen. En daarom hebben ze ons gevraagd om speciaal daar naartoe te gaan, om onze liedjes uit Nederland naar het binnenland te brengen. Maar ook, wij in Nederland zijn heel nieuwsgierig naar de liedjes uit het binnenland. Dus wij willen de Nederlandse kinderen weer kennis laten maken met jullie liedjes. Nou, de kinderen uit het binnenland die zijn uit Semoisi en die komen hier in de studio hun liedjes, die ze aan ons eigenlijk cadeau hebben gegeven, inzingen. Zodat wij ze weer uit de studio in een pakketje mee kunnen nemen, mooi
terug naar Nederland. En dan maken we het daar mooi, maken we er filmpjes bij om het mee te zingen. En als het pakketje af is, dan hebben we voor de kinderen in Nederland mooie liedjes uit Suriname. Maar ook gaan we de liedjes natuurlijk weer terugsturen naar de kinderen in het binnenland, zodat ze kunnen zien hoe mooi het is geworden, wat ze zelf hebben gemaakt. Ja. De periode waar wij Surinamers het meest smullen van lekkernijen is tijdens en rond de jaarwisseling. De mensen van Fernandes Bakkerij hadden zaterdag een evenement waar bezoekers alvast een beetje konden proeven van onder andere snacks en kersbrood. We zijn nu hebben we onze kerstperiode ingeluid. En wij doen dat dus samen met onze Tissa Vissa Hot. Tissa Vissa is inmiddels niet meer weg te denken natuurlijk. Dat kennen we allemaal van, ik denk reeds de jaren 60. En wij wilden eigenlijk een variatie daarop maken, een modernere twist. En we weten, Surinamers, we houden wel van peper. Dus we dachten, what about als we een pittige variant van onze Tissa Vissa gaan testen. En dat was heel goed bevonden. En tot nu toe positieve reacties. Ik vind het geweldig. Ik ben niet echt dol op peper, maar het is geweldig. Om eerlijk te zijn, het is pittig, maar het proeft niet naar die normale Tissa Vissa. Het heeft weinig kaas, maar het is best wel pittig. Ik vind het lekker en ik hou ervan als iets pittig is, dus ik vind het heerlijk. Het is lekker, het is hot, is sowieso lekker. Ja, het is hot, ik vind het lekker. Ik hou normaal van peper, dus ik vind het een goed idee, you know. Het is cool, lekker, niet zo pittig. Dit is gewoon een lang kerstbrood. Wij doen dat elk jaar. Dit jaar hebben we 15 meter. We hebben zojuist hebben we een deel van 15 meter. We doen een aantal delen, zodat ook de mensen die wat later komen ook mee kunnen proeven. Ja, dus we hebben hem even in een aantal delen verdeeld, zeg maar. En wij doen verder niks extra's, behalve wat poedersuiker en natuurlijk wat boter en kaas. Maar zo eten we hem dan thuis ook. Maar ik ging kerstbrood eten, dus het heeft dozijnen en ik ben daar allergisch tegen, dus ik zou het niet weten. Dat is fantastisch, dat is heerlijk. Vooral met die rozijnen en kaas erbij en boter. Nu lust ik gelijk één. Fernandes kerstbrood vind ik altijd lekker. Ik vind het leuk, want het houdt je bezig. Je ziet allemaal dingen, zo net als aan een dansgroep. En je kan ook daar gaan, dan kan je lekker net alsof je in een discotheek bent. En ze hebben ook spelletjes. Vind ik allemaal gezellig en leuk. Ik vind het geweldig. Ze hebben het, de organisatie heeft een hele goede job gedaan. En ik ben trots op ze. Ik weet niet wie de organisatie is, maar ik ben heel trots op ze. Dat mogen ze best wel weten. En ze mogen het volgend jaar weer doen. Het evenement zelf is heel goed, vooral hoe het einde van het jaar nadert. Een beetje een bezigheid voor de mensen op de zaterdagavond. Hier is zeeën en berg, wat ik je hiermee wil zeggen. Je bent de held in mijn verhaal, je geeft mijn leven waarde. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken, Sribi Shwiti, Tetamara. Doei doei!